bij de 2.3 Biocast. Waar je hier naar kijkt, zijn 10 ontdekkingen die allemaal per ongeluk gebeurd zijn. Dus waar een experiment fout ging en waar toch iets goeds uitgekomen is. De belangrijkste penicilline, maar ook autobanden, plastic, Coca-Cola, radioactiviteit en de teflonlaag op pannen. 2.3 heet Weet wat je ziet. En dat betekent dat als je een experiment doet en je krijgt een uitkomst die je niet verwacht, is het toch belangrijk om die juist op te schrijven. Anders is het frauderen, maar je hebt ook best kans dat je op het spoor komt van iets wat niet de bedoeling was, maar wat later heel belangrijk blijft. Wel, als je via een microscoop een cel van waterpest bekijkt, leg je verslag door het maken van een tekening. Maar vaak zal je met je experiment juist iets kwantitatief willen opschrijven. Getallen. Turven, een tabel maken. Zo heb je je gegevens zo overzichtelijk mogelijk. En nauwkeurigheid is ook belangrijk. Als je opschrijft 5 centimeter, dan betekent het dat je hebt gezien dat de waarde die je gemeten hebt tussen de 4,5 en de 5,5 centimeter ligt. Als je 5,0 centimeter opschrijft, betekent dat je waarneming al een heel stuk nauwkeuriger geweest is. Je hebt dan gezien dat de waarde lag tussen de 4,95 en de 5,05. Daar moet je rekening mee houden als je opschrijft wat je waargenomen hebt. Wanneer je je gegevens hebt, liefst in een tabel, kun je die nog zo overzichtelijk mogelijk weergeven met diagrammen. Dat kan zijn met een staafdiagram, als het gaat om hoeveelheden, aantallen. Als het gaat over groei of afname, of toename of krimpen, dan heb je een lijndiagram. En als het gaat over een gedeelte van het totaal, bijvoorbeeld procenten, gebruik je een cirkeldiagram. En dit is alweer het einde van de 2.3 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.